elke dag wil ik het weten, wat er her en der gebeurt. Kijk journaals en lees de kranten, nu.nl wordt afgespeurd. Zelden word ik er gelukkig van, te veel ellende, te weinig hoop. Maar waarom wil ik dat dan weten? Het is verdomme een soort van dood. Logisch, zei mijn partner laatst, je eigen sores valt toch mee? Als je hongerende kinderen of vluchtelingen ziet op zee. En kijk hoe snel een mens zich aanpast, zo redeneert ze in onze tuin. Je ziet de kinderen van Raqqa toch ook spelen op het puin. Ik heb het goed hier, mag niet klagen. Maar ik ontkom niet aan het idee dat al dat goede blijft gevoed door mijn krant en mijn tv. Daar waar de leugen nog regeert, men wars is van het vrije woord. Niet tolereert, maar interneert en andersdenkenden vermoord. Dat kom ik elke dag te weten, dankzij het wereldwijde web. Omdat ik niet pas als het weg is, maar nu wil weten wat ik heb. Hey, ik heb het goed hier, mag niet klagen. Maar ik ontkom niet aan het idee dat al dat goede blijft gevoed door mijn krant en mijn tv. Dat al dat goede blijft gevoed door mijn krant en mijn tv.